Ja, we doen het natuurlijk niet helemaal alleen. We doen het gewoon weer met twee kandidaten. Ook vanavond weer. En dit zijn ze. De eerste kandidaat die komt uit Tilburg, houdt van fotograferen, theater en hockey. En doet bijna alles samen met zijn broer Valk, die nu heel hard voor hem duimt. Hier is hij, Hajo Groeneveld. En zij komt uit Dordrecht, is pedicure van beroep, staat tegenwoordig graag in de poppenkast en heeft haar handen vol aan haar drie praatjesmakers. Hier is Jacqueline Doorn. Jacqueline, jij staat dus graag in de poppenkast. Is dat voor je kinderen of is dat voor een groter publiek? Nou, ook voor mijn kinderen. Maar ja, ik zit als vrijwilliger bij een speeltuin bij ons in Dordrecht. En daar hebben we vorig jaar het plan op gevat om ook voor de kinderen poppenkast te doen. En dat is heel goed bevallen, dus dat gaan we vaker doen. En heb je dat één keer gedaan of al meerdere keren? Ja, meerdere keren al. Ja. Wat leuk. En wat voor poppen zijn het dan die je in handen hebt? We hebben vorig jaar zelf poppen gemaakt. Maar de afgelopen keer hebben we gewoon kant-en-klaar gekochte gebruikt. Maar de voorkeur gaat toch wel naar die zelfgemaakte. Dat is extra leuk. En welke rol speelt jouw pop dan? Nou, ik had vorige keer Prinses Neusjepulk. Maar dat... ja. Maar ja, dus verschillende rollen natuurlijk. Wat grappig zeg, ja. Wat leuk. Ja. Goh, Hajo, als je dat zo hoort, dan wens ik mijn kindertijd wel weer eventjes terug. Dat zou toch wel lekker zijn, hè? Het is nog niet zo lang geleden afgelopen, ook bij mij. Bij jou nog niet? 21 jaar? Nee, dat klopt. Dat is inderdaad nog niet zo lang geleden. Hé, maar Hajo, je doet ontzettend veel samen met jouw broer Valk. Je hebt drie broers en nog één zus. Wat maakt Valk nou net wat meer jouw maatje dan de rest? Nou, Valk zit natuurlijk het dichtste bij mij. Die is, scheelt maar 7 jaar. Dus, dat is toch behoorlijk wat. Ja, maar het loopt op daarna. Dus dat ten eerste. En we hebben gewoon dezelfde interesses. Heel veel sport, voetbal, hockey vinden we alle twee heel leuk. Ja. Dus ja, zodoende. Veel avondjes samen met de mannen, zou ik maar zeggen. Bioscoopjes, dat soort dingen. Vind ik altijd leuk als iemand een broer... Ik kan ook heel goed met mijn zus bijvoorbeeld vinden. Die zie ik ook regelmatig. En hij heeft dan weer een broer waar hij er fantastisch mee kan vinden. Maar Hajo, nu moet je het wel alleen doen natuurlijk achter die desk, hè? Ja, dat is even wennen. Maar we doen ons best. We doen ons best. Nou, dat weet ik wel zeker dat jullie dat gaan doen. Ik wens jullie heel veel plezier. Heel veel sterkte ook en succes. We gaan maar eens beginnen met de allereerste foto. Vuilnisbakken? Vuilnisbakken, inderdaad, van die kliko's. Dat klopt helemaal. Wat voor kleur kliko's heb je eigenlijk in Dordrecht, Jacqueline? Grijze voor het overige afval en de groene voor de groene. Wat voor kleur is de kliko van jou, Hajo? Ik woon in een appartement, dus gewoon eens een grote grijs en daar kan alles in. Oh, ik denk je gooit alles van het balkon naar beneden, maar dat is alleen een grote grijs. Nee, we zijn heel netjes, maar alles in één bak. Oké, Jacqueline, je mag beginnen. Hier hebben we het eerste speelveld en de letters die vullen zich. Een T. Zo werd televisieomroepster Hanny Lips door kinderen genoemd. Tante Hanny. Tante Hanny, ja. Een C, de grootste piramide ter wereld. Ik kom er niet op. Weet jij dat toevallig, Hajo? Helaas. Cheops, de piramide van Cheops. Is de grootste piramide ter wereld. Een P, dit attribuut dat wordt gebruikt om de diepte van het water te meten, wordt ook gebruikt in de atletiek. Een polstok? Ja, een polstok. 2-2. Een K. Schieten op gebakken schoteltjes. Kleiduifschieten. Kleiduifschieten, ja. Vroeger van klei, tegenwoordig worden ze van asfalt gemaakt. En een K. Dit snoepgoed wordt gemaakt van gebrande suiker en room. Nee. Heel lekker, karamel. Een N. Frank Sinatra hoopte het in deze stad helemaal te gaan maken, Jacqueline. In New York. In New York natuurlijk, in het liedje New York, New York. Een K. Deze beroemde en beruchte berg wordt ook Mount Godwin Austin genoemd. Kilimanjaro? Nee, de K. Het K2-gebergte.
Tenha, kameleons, varanen, wormslangen en leguanen zijn het. Wat zijn dat? Huisdieren. Nee, dat zijn geen huisdieren. Je moet ze echt niet in huis houden. Niet allemaal tenminste, van degene die ik genoemd heb. Hagedissen zijn het allemaal. Die horen natuurlijk in de vrije natuur. Tuurlijk. Een M. Deze trosquiz eindigt met het beruchte koffertjespel. Miljoenenjacht. Miljoenenjacht. In een van de 26 koffers zit dan 5 miljoen euro. Is het een stoplicht? Een stoplicht, Jacqueline. Heel goed. €20 krijgt Jacqueline door het halen van deze foto. 4,26 is de stand. Een K. Dit vlees wordt traditioneel bij Hutspot gegeten. Kaartspek. Nee, klapstuk noem je dat vlees. Nooit van gehoord. Een P. Zo wordt de tijd genoemd die zeelui tijdens een reis doorbrengen aan wal. Piratentijd? Nee, passagieren heet die tijd. Een F. Bernie Ecclestone is de eigenaar van deze tak van sport. Formule 1. Formule 1, dat is goed. Een H. Zij vochten tegen de kabeljauwen. De haringen. De haringen. De hoeken in de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Dus hoeken is het antwoord. Maar zo'n haring tegen een kabeljauw lijkt me best een aardig gezicht. Een S. De inwoners van dit land zouden nog gieriger zijn dan Nederlanders. Ik denk de Schotten. De Schotten, ja. Een V. De enige kroonprinses van een Europees koninkrijk. Victoria. Victoria. Prinses Victoria. Van Zweden. Zijn het allemaal rieten manden bij elkaar? Nee. Dan gaan we nog even door. Met een C. Dit land wordt ook wel het Rijk van het Midden genoemd. Welk land? China. China, goed. Zijn het pinda's? Pinda's, nee. Oh. Nee, het zijn zeker geen pinda's. Dat is ongepelde, dacht ik. Ongepelde pinda's, dacht je. Is ook niet goed. Oh, wacht even. Een B. In deze beroemde film uit 1967 over een berucht gangsterduo maakte Gene Hackman zijn filmdebuut. Bonnie en Clyde. Bonnie en Clyde. Hij speelde Buck, de broer van Clyde. En een M. Dit heeft een bedrijf dat als enige bepaalde goederen kan leveren of diensten kan verlenen. Als enige. Een monopolie. Monopoliepositie. Kwam er niet op. Ja. We hebben een bonus. In dit land hebben ongeveer 2000 voetbalsupporters een reisverbod opgelegd gekregen, zodat zij het EK in Portugal niet kunnen bezoeken. Engeland. Engeland, ja. Zijn het maiskolven? Maiskolven? Ik ben wel met eten bezig. Nou, zo. Je bent inderdaad, heb je honger? Nee, valt mee. Oké, okay, dan laten we even iets aanrukken natuurlijk. Hè. Dat is... Geen probleem. Jacqueline. Een B. Deze harde karamel, waarin boter verwerkt is, wordt veel gebruikt als vulling voor chocoladerepen. Zou ik moeten weten. Ja, want zij heeft een passie voor chocola, Jacqueline. Weet jij het? Geen idee. Butterscotch. Een K. De wetenschappelijke naam van dit dier is Felis silvestris. Een kat. Een kat, ja. Sorry. En een N. Deze zanger werd in de jaren 60 de Nederlandse Cliff Richard genoemd. Dat is natuurlijk. Nijman. Rob de Nijs. Rob de Nijs. En
UNP. Oost-Timor is een voormalige kolonie van dit land. Portugal. Van Portugal, net binnen de tijd, dat is goed gedaan. En jullie zien nog steeds niet wat er op de foto staat, nee. Een M, een specialist op het gebied van delfstoffen. Hoe noem je dat? Een mineraloog. En een K, deze nachtwacht riep vroeger de uren om. De klokkenluider. De klepperman, want hij trok de aandacht door te klepperen. Een B, deze zanger won afgelopen maart de BART Award van BNN. Bluffleiders, deze groep. Dat was onze eigen Franske Bauer. Oh ja, natuurlijk, ja. En er wordt uitgereikt aan iemand die heeft bewezen dat niets onmogelijk is. Een G. Deze prijs wordt uitgereikt tijdens het filmfestival van Venetië. Iets gouden beer. Nee, de gouden leeuw. Oké, okay. Maar het was iets gouds. Ja, het was iets gouds, maar het was een ander dier. Ja. Een bonusvraag. Hoor nog de lieve heldere klokjes bij zinkende avondzon. Als schaapjes keerden van de heide en moeder met ons zong. Dat zijn regels uit het volkslied van deze provincie. Drenthe. Drenthe, inderdaad. Kom op, Jacqueline, wat zien we nou toch? Probeer het nog een keer, een gordijn van bamboe. Wacht even hoor. Nou ja. Een gordijn. Zo om de vliegen tegen te houden. Ja, nee, inderdaad. Om de vliegen tegen te houden. Ja. Ik zie het niet. Ik denk dat ze hier juist op afkomen. Oh. Een bonusvraag. In dit jaar vond de Russische Oktoberrevolutie plaats. Welk jaar? 1906. 1917. Ja, scheelt een stukje. Ja. En een P, het wachtwoord bij elektronisch betalingsverkeer. Pincode. Pincode, goed. Jacqueline durft niks meer te zeggen. Nee. Een D. Volgens Mien Dobbelsteen zelf had ze dit beroep. De doktersassistent. Doktersassistenten, ja. Oké, een O en een bonusvraag. Het is de O. Fine Joan is het tweede kindje van Danielle Overgaag en deze presentator. Reinoud Oerlemans. Reinoud Oerlemans, ja. Nou, de bonusvraag, dat is de laatste. Die hebben we nog voor jou. Als tegemoetkoming in de opleidingskosten streek deze club 7 ton op van de transfer van PSV'er Robben naar Chelsea. Ik heb het begin niet gehoord, maar Ajax? Oh, FC Groningen. Oh. Ja, ik zit meer naar die foto ja, te kijken ik en ik voetballen zie het gewoon ook niet. Iedere keer. Goed, nou, dan mogen jullie het allebei eens proberen. Handen bij de knoppen, want wat is dit toch? Ha, joh. Het zijn het hangende zakken. Hangende zakken. Ik weet niet hoe dat eruit ziet verder, maar nee. De schubjes van een ananas. Ja hoor. Ook dat is het niet. Je kan het eten als je het lekker... Als je tenminste... Ha, joh. Ja, zijn het kruiken? Oh, nou zie ik het. Kruiken, nee, want je kan het eten. Nee. Jacqueline? Kippen in aan een... Ja, kippen, nee, zijn het ook niet. Je kan het eten als... Rolades? Rolades, ja! Yeah! Die hangen ertussen. Oh, nou, het is echt... Ja, van die... Het vlees of hammen, ik had het allemaal goed gerekend, maar... Oh, kippen in een zak, wat was het toch allemaal? Goed, maar in ieder geval, Jacqueline, heb je het uiteindelijk toch weten te raden. Dit is het einde van deze eerste ronde. En de stand is 6 voor Hajo en 56 voor Jacqueline. Oké. Voorlopig even geen vlees meer, maar wel bekende mensen. En Hajo, jij mag daarmee beginnen. Een L, een doordenker, op een heftige wijze beginnen met vuurtje stoken.
in lichte laaien staan? Nee, losbranden. Ja. Losbranden. En een A valt in de categorie uitdrukkingen. Net als een pauw, een trots dier. Aap. Aap, ja, apentrots. En zo trots als een pauw. Een C, een innige overtuiging als motto. Charisma. Credo. Ja. En een S, een chronometer. Wat is dat? Ik heb er nog nooit van gehoord. Sorry. Maar wel van een stopwatch. Ja. Of een stophorloge. Dat is een chronometer. En een M. Dit ben je als een Italiaan bella naar je roept. Mooi. Dan ben je mooi. Een P, Italiaans voor niets te danken. Prego. Prego. Een B, een schoonheid, dat is een... Een bella. Een bella. Ja, dat vind ik goed. Ja, ja, ik zat nou zo in het Italiaans, ik denk. Je had ook in het Engels een beauty. Beauty, ja. Maar bella, ik vind het allemaal best. Vandaag. Een bonusvraag. Als er in het lichaamsdeel een snee zit... Dan ben je niet nuchter meer. In je nek. In je lever. In je neus. In je neus, ja, tuurlijk, ja. Ik denk een stuk in je kraag, maar... Ja. Of in je oor. Ja. En ja. Verder nergens meer in. Een A, hierop wacht meneer Van Dalen, die wacht op... Antwoord. En ik ook. En dat is goed. Marco Borsato. Nee. Nee. Een B, een doordenker. Dit kattenvoer is in stukken. Brokjes. Brokjes? Brokken, ja. Ja, daar zit weer een stukje hoofd. Een O, een kamerjas, oftewel. Een overjas. Een ochtendjas. Ochtendjas. En een C, een middelpunt. Centrum. Een centrum, ja. Ja, of niet? Nee, toch maar niet. Nog even wachten. Ah, zitten we weer bovenin met die O. Deze militaire term, die wordt ook gebruikt voor een snelle opkomst van het een of het ander. Opmars. Opmars, ja. Ja, de B. Die wilde je graag hebben, hè? In ieder geval de S, maar deze is ook goed. Kan ook goed. Hoffelijk, oftewel. Beleefd. Beleefd. Nou, gaan we kijken. Oei, oei, oei. Zou het hem lukken? Albert Verlinde. Ik vind het niet gek gedacht, moet ik je eerlijk zeggen. Oké. Okay, nou. Maar als je het andere gedeelte opent, dan zul je zien dat het geen Albert Verlinde is. Geen Albert Verlinde. Een O, een doordenker. Als je verstand op nul staat, dan staat volgens het gezegde je blik hierop. Oneindig. Op oneindig. Ja. Is het Breukhoven? Van de Free Record Shop bedoelde ik. Oh ja, die ja. Ja, ja nee, die, deze die niet. Is het niet. Nee, Hans van Breukhoven. Ja, nee. Hans van Breukhoven, ja. Nee. Een C, een ander woord voor een compartiment van een trein. Een coupé. Een coupé. En een P, een muziekdoordenkertje. Deze muzikale Amerikaanse koning, die vroeg zich meerdere malen af of je vanavond eenzaam bent. Presley, Elvis Presley. Are you lonesome tonight? Net op tijd. Een weetje, een cryptische, een Oost-Europeaan aan de kant is een zeezoogdier. Een waal? Lonier. Ja. Ja? Weet je zeker? Nee? Niet. Nee, een walrus. Wal, weet je, aan de kant. Okay, een Oost-Europeaan, dat is een rus. Aan de kant, dat is de wal. Maak samen walrus. Goed, wie... Dat is een heel apart geluidje voor jullie horen.
Waar die houden erin voortaan. Dat vind ik wel leuk. Oké, jongens, handen bij de knoppen. Ja, het was heel apart. Het gebeurt een keer. Kan gebeuren. Geen paniek. Loopt u vooral niet de huiskamer uit. Wie is het toch, Hajo? Helmoet Lotti. Helmoet? Nee. Helmoet Lotti is het niet. Ik weet het wel, maar... Wacht even. Druk er dan Jacqueline, als je weet. Ik kom niet op zijn naam. Hajo. Michael Douglas. Ja! Ja, ze hebben iets raars met foto's vandaag, hoor, die kandidaten van vandaag, Hajo en Jacqueline. Ze hebben iets vreemds daarmee. Goed, dit is het einde van ronde 2 alweer. 62 euro voor Hajo en doorgaat Jacqueline met 80 euro. Kom je gezellig? Kom maar naar me toe, Jacqueline. Ben je gek, Jacqueline? Die denkt, ik ga lekker naar de finale. Kom maar hier. Ja, want ik moet nog even eerst een afscheid nemen natuurlijk van Hajo, Jacqueline. Zou het gelegen hebben aan het feit dat Valk er niet is? Ik denk ja, of niet bij je staat? Ja, waarschijnlijk. Nou, dan hoop ik dat jullie wel veel plezier zullen hebben aan dit. Gaan we zeker de CD-ROM van Get the Picture. 62 euro krijg je natuurlijk ook mee naar huis. En een fantastisch applaus van iedereen hier in de studio. Jacqueline die staat al helemaal klaar voor. Dit is me nog nooit overkomen in de 2 jaar dat ik al Get the Picture presenteer, maar ze is er gewoon al. We lopen door naar het plekje, de finale. Ja, Jacqueline is onze finaliste van vandaag en 1000 euro hebben we nu in de jackpot zitten. Maar natuurlijk komt haar gespeelde geld erbij en dan hebben we in totaal 1080. Maar nu nog de letters, Jacqueline. En ik zie de S, die heb ik hier. Zet hem op, heel veel succes. Bij deze Zwitserse stad liggen de bekende watervallen. Schaffhausen. Dat is goed. Wellustige en ziekelijke kwelzucht, hoe noem je dat? Wellustige en ziekelijke kwelzucht. Sarcasme. Sadisme. De leer van de betekenis van woorden. Pas. De grootste stad van Zuid-Amerika. São Paulo. Dat is goed. Een kleine zeis. Een kleine zeis. Pas. Een van je zintuigen. Met een S. Smaak. Goed. Een van de gehoorbeentjes. Pas. Een achterlicht van je ogen. Ja, dat is goed gedaan. Ze wilden zo snel beginnen aan de finale. 1080 euro heb jij gewonnen. De leer van de betekenis van woorden, semantiek. En een kleine zeis is een sikkel. En dan hebben we er nog eentje. Een van de gehoorbeentjes, stijgbeugel. En dat waren de antwoorden. Jacqueline heeft weer de jackpot gewonnen. Heel graag tot morgen. Dag.